wonderlijke is wat je met verf kan doen. Het iedere keer opnieuw, ook al bestaat de schilderkunst sinds de grotten van Lascaux meer dan duizenden jaren, dat kunstenaars er iedere keer een nieuw beeld van kunnen maken. En het is wonderlijk om te zien dat met het eenvoudige idee van een penseel, een tube verf, een stuk papier of linnen of een stuk hout, dat je een wereld kan toveren waar je je in verliest. En mensen doen dat met een gevoel voor zinnelijkheid, met een gevoel voor licht, met een gevoel voor verhaal. Hoe breng je iets uit jezelf voort, omdat het zo diep in je zit. En iedereen heeft dat stukje diepte over een persoonlijke beleving, een persoonlijke herinnering, diep, diep in zich. En kunstenaars halen dat naar boven. Maar nogmaals, wat je met verf kan doen, dat is ongelooflijk. Als je op de tentoonstelling komt en je... En ik wijs je naar de twee werken die ik heb gekozen, dan zou ik zeggen, sluit je ogen voor één moment. Denk aan de stereotype Aboriginal kunst. En zo stereotyp mogelijk. Als je voor de werken staat, open je ogen en kijk je opnieuw. En dan ontdek je dat slechts op een aantal punten die flarden van die traditionele Aboriginal kunst herkenbaar zijn, en voor de rest is het één grote open ruimte van een verrassing. Toen ik dus uiteindelijk weer thuis was en gevraagd werd door George om mee te doen aan dit project, toen wist ik eigenlijk meteen, dan wordt het dit werk. Want dat had zo'n indruk op me gemaakt dat ik het ook nog gewoon op mijn netvlies had. En toen ik later ging googlen naar Sally Gabori, want dat is de naam van de kunstenaar, toen dacht ik ten eerste twee dingen. Het is een jonge vrouw. En tot mijn verbazing is het een vrouw van 87 die ongelooflijk sprankelend werk maakt en die pas sinds 6 jaar schildert. En daarvoor helemaal niet een traditie had van schilderen. Dus toen was voor mij helemaal mijn indruk nog eigenlijk verdiept, omdat ik ook begreep uit verhalen die ik ben gaan lezen, dat dit werk, ondanks dat het er heel een soort bijna universele, abstract expressionistische taal spreekt, dat werk, het toch heel diep geankerd is in haar eigen traditie. Toen kwam in mij op het werk van Roy Villevoye. Of Roy Villevoye, ik weet niet hoe hij zelf zijn achternaam uitspreekt. Nederlandse kunstenaar die een heel mooi werk heeft in het Museum van Volkenkunde in Leiden. En dat heet Red Gallico. En dat is een werk, een grote installatie in de afdeling Papua-Nieuw-Guinea. Irian Jaya Papua-Nieuw-Guinea. Waar aan de ene kant het traditionele werk van de Asmat te zien is. En aan de andere kant van de wand zijn werk. En dat zijn een stuk of 15 etalagepoppen. Maar zonder hoofden, dus eigenlijk alleen maar torso's. Waarop t-shirtjes te zien zijn. En die t-shirtjes die zijn gedragen en gebruikt door de Asmat waar hij geweest is. Die bevolking, of die groep, die community. En aanvankelijk dacht iedereen eigenlijk bij het eerste gezicht, dit is tot op de draad versleten. Maar als je goed kijkt, zie je dat het heel bewust aangebrachte ornamenten zijn, ornamentatie is. En die ornamentatie heeft te maken met lichaamsdecoraties van de Asmat. Namelijk scarificaties en lichaamsschilderingen en andere ornamenten. En dan zie je dus dat in weer een hedendaags gebruik, een hele universele vorm ook bijna, die t-shirtjes als een ornament dragen, diezelfde lange verbinding heeft naar traditie. En toen was voor mij de klik. Nog een krankzinnig verhaal. Ik reed met iemand in Noord-Australië, vrij hoog,
Mount Isa, dat is tropisch. En dat was dat is een beetje zuidelijk van Kearns, Townsville, reed ik dus richting Mount Isa. Naar een plaats, een goudzoekersplaats. Charter Towers. Dat is 200 kilometer. En dan kom je in een soort rommelig, kreupelig bos van eucalyptusbomen. Niet hoger dan 1,5 tot 2-3 meter. Maar dat duurt 200 kilometer. En dan verder, maar verder ben ik niet gegaan. Oersaai. Niks aan. Slaapverwekkend. En dat schilder ik nou. Daarnaast heb ik een werk gekozen van een aboriginal kunstenares, wat vrij monochroom is. Dus dat wil zeggen, weinig beeldvorm erin. Alleen maar een strak eenkleurig met een paar lijnen erin. Dus een heel stil werk, terwijl dat van mij heel erg druk is. En die van mij is overwegend zwart. En het werk van de aboriginal kunstenares overwegend wit. Dus ik heb het contrast opgezocht. Dus het zwart-witte en het beeld. Het beeld dat druk is en het beeld dat verstild is. Die twee werken heb ik gekozen. Weet u hoe lang de gemiddelde mensen naar kunst kijken, een schilderij? Gemiddeld in een museum? 20 seconden. En je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Of je vindt het goed of niet goed, net wat je zegt, want mooi mag je tegenwoordig al niet meer zeggen. Dat zit. Wat je meeneemt als je naar huis gaat, nadat je het project Songlines hier in het Aboriginal Art Museum hebt gezien, is het misschien wel dat het hele idee van virtual reality is uitgevonden door de Aboriginals in Australië. Of althans, heel erg een religieus idee is, omdat het je confronteert met een niet bestaande, niet fysieke werkelijkheid. En dat is eigenlijk waar veel religies natuurlijk ook over gaan. En waar het animisme in het bijzonder, als belangrijk onderdeel van de Aboriginal cultuur, ook meespeelt. Dat er een niet zichtbare werkelijkheid is. Dus iets heel moderns als virtual reality, gekoppeld aan het eeuwenoud idee van religieus besef. Van het idee dat er iets meer is dan onze zichtbare werkelijkheid. Het idee Songlines, dat verwijst naar dat element binnen die Aboriginal cultuur. Die liederen, die eigenlijk binnen die orale traditie van die Aboriginals ook van generatie op generatie werden overgeleverd. En waarmee men in staat was om door het grote landschap te navigeren en bepaalde routes te lopen en ook te weten hoe van A naar B te komen. De term daarvoor is Songlines en binnen de collectie van het Aboriginal Art Museum is er ook een cd met audio-opnames van zulke soort liederen. Dus de koppeling die ik maak is die tussen een audio-opname van de originele Aboriginal Songlines en een heel modern project wat werkt met die locative media, met die GPS-technologie. Well, with these movements against them, I guess it's no surprise that Jews were looking elsewhere for places to live. And that included the ancient land of Israel, but it also included other places. How did the Kimberley in northwest Australia compare to those other places where Jews tried to establish colonies? That is an uitspraak van Rachel Cohen in een interview met een Australische journalist, waarin ter sprake komt dat in de jaren 30 van de vorige eeuw Zionisten niet alleen overwogen naar Canada of naar
Oeganda of natuurlijk naar Palestina te gaan, maar zelfs naar Australië, naar de Kimberley-streek. En dat is bepalend geweest voor de keuze van twee kunstwerken. Eén van Australische Aboriginals en één van een Westerse kunstenaar voor deze tentoonstelling. In dit geval leek het mij mooi om het onderwerp naar een abstracter niveau te tillen. En ik heb dus iemand gekozen die werk maakt over grensconflicten, over conflicten die te maken hebben met landonteigening of toeëigening. En dat is een werk van Yael Bartana, een Israëlische kunstenaar die ook in Amsterdam en Berlijn leeft. En die op een hele poëtische manier in een werk Low Relief weet te filmen wat er gebeurt tussen een protesterende menigte en een dominante politiemacht. Het is monochroom gefilmd of het is gefilmd en monochroom gemanipuleerd op een digitale manier. En daardoor krijg je de indruk van een heel traag veranderend relief dat aan hiërogliefen doet denken. Het heeft iets dromerigs, alsof er een droom zich voor je ogen afspeelt. En ik vond dat spannend om te kijken wat er gebeurt als dat hangt naast het werk van een Australische Aboriginal, waarin ook het conflict over land wordt opgevoerd op een hele poëtische manier, dus nooit op een realistische, figuratieve manier. Als ik Aboriginal art zie, dan is mij altijd de directe relatie met het landschap duidelijk. Ik ben daar veel geweest, dus ook buiten de steden. En dat is zonder dat ze direct het landschap weergeven. Het is geen letterlijke West-Europese, zeg meer romantische benadering van een landschap. Maar het is meer een schematische, analytische manier van een landschap bekijken. Die je in hun schilderijen en in de beelden terugvindt. Het is echt puur de ritme, de kleur en de structuur van de oppervlaktes van die palen die mij aanspraken. En die ik dus ook in die foto's die ik uitgekozen heb, voor mij weer terugkomt. Die foto's die ik uitgekozen heb zijn twee kustlandschappen, ongeveer op hetzelfde punt gemaakt. Je ziet ook in de twee foto's elementen terugkomen. Ze zijn met een korte tussenpoos van een half uur ongeveer gemaakt. En daar staan boomstammen op, je ziet de kust, je ziet een regenboog. En ja, dat is voor mij dan qua achtergrond en de relatie. De structuur die je met het licht op die boomstammen van mij ziet, die hebben een verband met de boomstammen of de palen, de loopholes. En dat zijn gewoon de verbanden op het eerste gezicht. Wat ik hoop dat mensen ontdekken als ze deze werken zien, deze twee foto's van mij in de loopholes, dat ze een verlangen krijgen om meer van dat landschap te leren kennen en te leren ervaren. Door misschien letterlijk daarheen te gaan, maar ook meer bewuster naar afbeeldingen van landschappen te kijken en daarover na te denken. En daar van te genieten, soms van een mening van mee te nemen of van inzichten van te krijgen van hoe je maar verschillende dingen als landschappen en dergelijke kan kijken. De kunstenaar die ik gekozen heb is Esma Yitolu. Dat was de eerste Turkse kunstenaar in Nederland die hier in Nederland een opleiding aan de academie heeft gevolgd. En de kunstenaar met wie ik haar graag wil combineren is Kathleen Pacharre. Ze kende het werk van Kathleen Pacharre goed en had daar ook heel veel affiniteit mee. Terwijl je natuurlijk tegelijkertijd, als je de combinatie ziet, kunt zeggen dat er ook heel veel verschil in zit. Het een is
vrij ruw en ruig en vanuit de aarde. Het andere is ook vanuit de aarde, maar op een meer met de dot painting op een meer, je zou kunnen zeggen, wat geraffineerder manier. Je ziet een vrij ruw werk naast een heel geraffineerd geschilderd schilderij van Kathleen Pacharre. Beide zijn vrij grote werken, ongeveer even groot. De een in de breedte, ongeveer 1,80 meter, de ander in de lengte. En beide hebben te maken met de aarde. Beide werken vanuit hun eigen cultuurspecifieke achtergrond. En komen tot een totaal verschillende vormentaal die inhoudelijk wel overeenkomsten heeft. Het zou fijn zijn dat als mensen de tentoonstelling gezien hebben, er een besef naar voren komt van de universele inspiratie om kunst te maken, dat die ongeacht de culturele context heel sterk inhoudelijk overeen kan komen. Toen George mij benaderde om aan deze tentoonstelling mee te werken, om mijn gedachten daarover te laten gaan, toen ik was daar heel erg in geïnteresseerd en eigenlijk dacht ik vrijwel onmiddellijk hoe het zou zijn om een werk van Emily Nagawari en Solowit tegenover elkaar te plaatsen. Ik denk dat beide kunstenaars iets tonen op een hele directe manier, waarin een hele lange traditie van hun cultuur onmiddellijk, zeg maar, zichtbaar wordt, geopenbaar wordt. En dat is een overeenkomst die ik weet die voor mezelf achter hun beide oeuvres ligt. En ik hoop dat de bezoeker daar ook zich iets over af kan vragen en daar ook iets van kan zien. Ik stel me voor dat een bezoeker, als die deze tentoonstelling gezien heeft, zijn gedachten heeft laten gaan over de overeenkomsten in, vanuit een traditie werken in verschillende culturen. En dat daar ook, als mensen dat doen, dat dat kennelijk iets is wat steeds dezelfde, op dezelfde wijze tot beelden leidt die je aangrijpt om je te verdiepen in die cultuur. En ik hoop dat dat een gewaarwording is die bezoekers meenemen.